De Brabantse Wal, het Groene Woud en de Maashorst. Ze hebben elk de naam Landschap van Allure meegekregen. Er is besloten 56 miljoen euro uit te geven om ze nog aantrekkelijker te maken. De provincie heeft de plannen en projecten daarvoor nauwkeurig beschreven. Er zijn projecten die het verschil moeten maken in het Brabantse landschap. Het Brabantse landschap is al mooi. We gaan het nog mooier maken met allerlei groene ontwikkelingen. Maar als kers op de taart willen we in drietal landschappen echte allure ontwikkelen. De identiteit van het landschap voor iedereen zichtbaar maken. Voor een goede uitvoering van de plannen werkt de provincie samen met gemeenten, waterschappen, het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. En met de inwoners van de gebieden zelf.